Vrijdagmorgen opende wethouder Thea Koster de nieuwe gratis bewaakte fietsenstalling aan het Zeiland in Leeuwarden. Deze stalling is iedere dag vanaf 7:30 morgens tot 7:00 avonds open. Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan de fietser bovendien ook nog 's nachts geparkeerd worden. Daarmee neemt de stalling het nachtparkeren van de stalling Ruiters Kwartier over. Deze is voortaan alleen tijdens voorstellingen van Stadsschouwburg de Harmonie geopend. Vorige week kwam mijn buurvrouw bij mij langs en die wilde op de fiets naar de stad en die had net een nieuwe fiets. En die zei van, ik vind het wel een beetje eng, want straks wordt die gejat en ik moet nog zo'n dikke ketting kopen. Ik zei, nou, je hoeft niet meer bang te zijn, want wij hebben 3 fietsenstallingen zometeen. En ik zal even vertellen waar ze zijn. Maar ik merkte wel dat er in die communicatie nog wel iets mag gebeuren. Ik zag hier een prachtig groot groen bord, wat je uit de verte al ziet. Het is denk ik belangrijk dat we mensen laten zien dat wij in Leeuwarden gasvrij zijn en dat je je fiets hier gratis kunt stallen. Ja, werd wel tijd, vonden wij. We zijn heel veel bezig met het autoverkeer in de stad, wordt overal aan de weg gewerkt. Maar fietsen zijn minstens zo belangrijk voor mensen die in de buurt wonen en in de stad wonen en hier op de fiets naartoe komen. Dus ook daar moeten we gasvrij voor zijn. Deze ligt op een hele strategische plaats. Ja, absoluut. Want we zijn flink aan het bouwen hier met het Nieuwe Zeiland. Dat zal straks een van de drukste plekken van onze binnenstad worden. Dus dan kun je fietsen eigenlijk vlakbij het echte centrum van de stad kwijt. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we hem juist nu gaan openen. Want zo'n praatje over een fietsstalling is leuk, maar het is nog belangrijker om hem te gaan gebruiken. Ik heb mijn fietssleutels bij me, dus ik mag naar binnen rijden, heb ik gehoord. Dat ga ik graag doen. Waar zijn de andere stallingen te vinden? De andere zitten in de Sint-Jacobstraat, dus aan de andere kant van de binnenstad en hier schuin tegenover op het Ruiterskwartier. En het verschil tussen die en deze is dat deze ook 's nachts open is. Dus mensen kunnen hier ook op donderdag, vrijdag en zaterdagnacht hun fiets kwijt als ze uitgaan of uit eten gaan of naar de Harmonie gaan. Wat kost het? Helemaal niks, het is gratis. Daar hebben jullie een potje voor? Ja, nou, we hebben gezegd, we vinden het zo belangrijk dat mensen hun fiets veilig in de stad kwijt kunnen. Het is de grootste ergernis van mensen dat fietsen gestolen worden in onze binnenstad. En dat gebeurt nog maar wat vaak. We hebben gezegd, om dat tegen te gaan, kiezen we voor die andere kant. Preventie is niet altijd mogelijk, is niet altijd voldoende politieinzicht. Dan zorgen we dat we het zelf faciliteren en mensen gratis en voor niks hun fiets veilig kwijt kunnen. Dit zit in het oude pand van Oosterhof Mode. Ja, klopt. Ja. Ja, meteen achter het Zeiland, schuin tegenover het oude gerechtsgebouw. Dus volgens mij een hele mooie centrale plek om je fiets te stallen als je de stad in gaat. De nieuwe gratis fietsenstalling is onderdeel van het programma Vrijbaan. De gemeente Leeuwarden, provincie Friesland en Rijkswaterstaat werken daarin samen om Leeuwarden en Friesland beter bereikbaar te maken.